Meneer Robert Fischendaad, bent u er? Kunt u me horen? Meneer Fischendaad, Robert. Goedemiddag, goedenavond. Ja, goedenavond in Amsterdam en goedemiddag in Suriname. Ja, meneer Fischendaad. Meneer Owen Venlo, goeiedag. Ja, okay. Nog voordat we verder gaan, nog gecondoleerd, dat hebben we al gedaan, maar nogmaals bij deze en veel sterkte. Ja, dank u wel. Fischendaad. Ja, meneer Fischendaad, de neonatale zorg in Suriname. Drie baby's zijn onlangs overleden. In het verleden is het al eerder voorgekomen in 2022. En l'histoire se répète. De historie herhaalt zich. Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, in principe zou deze vraag gesteld moeten worden aan de minister van Volksgezondheid. Helemaal met u eens. Maar als ik hier een antwoord op zou moeten geven... Mm-hmm. Dan heeft het gewoon te maken met het ontbreken van visie, het ontbreken van goed leiderschap en het stellen van prioriteiten. Want in plaats dat het ministerie zich gaat bezighouden met het in kaart brengen van de oorzaken mm-hmm. van wat hiertoe leidt, is men eigenlijk paniekvoetbal aan het spelen. En men heeft een aantal maatregelen getroffen. En een van de maatregelen was bijvoorbeeld het verhogen van de kosten voor het verkrijgen van documenten als zorgpersoneel dat nodig heeft. En u snapt als geen ander dat dit soort paniekreacties zorgen voor het toenemen... van de medewerkerstevredenheid, het afnemen van de medewerkerstevredenheid. Want het verplegend personeel en mensen uit de zorgsector, die voelen zich nu eigenlijk dubbel gepakt. Ze krijgen de waardering al niet. Dat is één. Twee, ze moeten elke keer staken voordat er een tegemoetkoming wordt gegeven waar ze recht op hebben. En als er afspraken zijn gemaakt, worden die afspraken niet nagekomen. Nou, nu worden de duimschroeven nog meer aangescherpt door ad hoc maatregelen. En dan snapt u als geen ander dat mensen zich eigenlijk niet meer lekker voelen om te werken in de gezondheidssector. Want laten we vooropstellen, goede kwalitatieve gezondheid en het verlenen daarvan, dat is een mensenrecht. Dat is niet iets. Dat is geen gunst die de overheid aan de burger verleent. Het is gewoon een mensenrecht en daar moet de overheid aan voldoen. Ja. Nou, doordat men verkeerde prioriteit gesteld heeft, hè, dan ziet u dat dit ding helemaal eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht is gekomen. Het gaat dus niet alleen om zorgpersoneel, laten we dat voorop stellen. Ja. Het gaat dus om de hele keten. Of de gehele linie zien wordt. Ja, de gehele keten in de gezondheidszorg is eigenlijk geïnfecteerd. Ik zie, ligt aan de beademingstafel. Ja. En eigenlijk is dit niet iets nieuws, beste mensen. Als je stel dat je een moord gepleegd hebt. Heb je één persoon vermoord? Of heb je er nou drie vermoord? Je hebt iemand vermoord, je bent de moordenaar. Mm-hmm. Nou, ruim 2 jaar geleden gingen baby's ook dood. En toen heeft dezezelfde minister van Volksgezondheid gedurfd om te zeggen tegen de ouders... Mm-hmm. Moeder, neemt uw kind in de arm, zodat dat kind in uw armen kan sterven. Daar al had aan de bel getrokken moeten worden. Daar al had de leider van dit land, de president, moeten inzien dat deze minister dus niet het hart op de juiste plek heeft. Ja. Want daarvoor was al duidelijk dat de minister de capaciteiten en kwaliteiten niet bezit om de gezondheidssector op hetzelfde niveau te behouden, laat staan te verbeteren. Ja, ja. Nou, maar de minister valt op alle fronten. Waarom greep de president niet in? En daarom wil ik nu ook even verder gaan, want dit was slechts een inleiding die ik heb gegeven. Eigenlijk zou de president al in een vroeg stadium moeten ingrijpen. Want ik weet dat zelfs adviseurs van de president, en ik ga het ook eerlijk zeggen, ik zelf heb een negatief advies in de tijd aan de president gegeven over de minister van Volksgezondheid. Want ik zag al dat het iemand was die de leiderschapskwaliteiten miste. Kijk, als je met mensen werkt, want
zorgsector is mensenwerk. Dan moet je een people's manager zijn. Ja. Ja, en als je een solist bent en je hebt de kwaliteit om als people's manager te fungeren, dan wist je al bij voorhand dat dit niet goed zou werken. En voor zover ik me niet vergis, beste heren, staat in de wet dat slechts de directeur van volksgezondheid een medische achtergrond moet hebben, dus dat hij arts moet zijn. Van een minister wordt dat niet gezegd. Dus nergens in de wet staat, of in enige regelgeving, dat de minister een arts moet zijn. Nou, een ministerie als volksgezondheid, waarvan we al wisten dat ze een zware klap te verduren hadden gehad vanwege COVID, moet daadwerkelijk worden getrokken door een crisis manager. Een persoon die de kwaliteiten had om die zorgsector te stabiliseren. Ja. Dat is niet het geval geweest. Men heeft iemand daar neergezet die het wiel nog moest uitvinden. Nou, maar betekent dus dat ook de president gefaald heeft? Want de president heeft dus niet de juiste man of de juiste vrouw op de juiste plek gezet. Dat klopt, dat klopt. En in het geval waar het om mensenlevens gaat, kijk, als het nou om een ministerie gaat van bijvoorbeeld economische zaken, dan kan je zeggen, oké, als de prijzen in de winkels niet dalen en de controle is niet goed, oké, je voelt het in je portemonnee, dat ook zeer duur is in deze moeilijke tijden, maar er sterven geen mensen. Maar als het gaat om de gezondheidszorg waar mensenlevens op het spel staan, dan mag je geen enkele risico nemen. En u ziet het, ondanks dat van tevoren al duidelijk was dat je met een zwakke leider daar zat op het ministerie, heeft de president niet ingegrepen. Dus dat ligt niet alleen aan die minister. Die minister die is al blij dat hij de privileges geniet, dat hij als minister mag fungeren. Ja. Degene die daadwerkelijk het besluit zou moeten nemen om die minister te vervangen, die heeft ook gefaald. In dit geval de president. Ja. En daarom moeten de mensen zich ter degen gaan realiseren. Want men zegt, er zijn nog 9 maanden te gaan. Waarom zou je een minister moeten vervangen? Waar 1 dode valt of waar een sector kapot gemaakt wordt, kijken we niet naar de tijd. We kijken naar het feit dat er maatregelen getroffen moeten worden. En dat er daadwerkelijk leiderschap getoond moet worden. Ik zou bijna stellen, elke dag dat de minister langer aanbleef, is niet verantwoord. Ik zeg, het is al vanaf het begin niet verantwoord. Want ik heb in 2022, als ik even mag resumeren, en dat is gewoon te zien in de media en op YouTube. Heeft men gevraagd voor een donatie. En bij die donatie heb ik aan het Academisch Ziekenhuis en het RKZ, het Sint-Vincentius Ziekenhuis, heb ik gedoneerd. Waaronder ook de neonatale zorg. Kinderarts Ninja Braafheid van het RKZ had een noodkreet geuit. En toen is er ook materiaal daar geschonken. En in 2022 had ik al gewaarschuwd van overheid, let erop. De kinderafdelingen, die genieten prioriteit. Ja, want het kwetst een ieder. Het gaat om onschuldige baby's die niets aan de situatie kunnen doen. Dus voor mij zijn ze een zeer kwetsbare groep. Ja, absoluut. En want kijk, ook als baby's in een couveuse moeten. Ja, het is onvoorstelbaar als je geen personeel hebt. Nou, kijk, wat ik in de interviews gezegd heb, is dat de Surinaamse leiders moeten leren om onze eigen mensen te waarderen. Ja, men waardeert onze eigen mensen niet. Pas als je in dit geval mensen doodgaan, mensen zorgverleners het land verlaten, dan komt men met incentives. Dus dat preventieve, het inzien van, dus het vooruitschrijdend inzien en dat soort dingen, dat heeft men gewoon niet. Daar ontbreekt het aan. En als men deze mensen gewoon goed had beloond, goede arbeidsomstandigheden had gegeven, en ze ook daadwerkelijk die grani had gegeven, want ik ga u zeggen, je hoeft niet mensen altijd te belonen met geld. Zorg er wel voor dat ze krijgen waar ze recht op hebben. Ja. Maar als je ze die grani geeft door middel van een etentje, een oorkonde, of dat je als president naar het ziekenhuis gaat, gewoon een halve dag met die mensen meeloopt, met een praatje maakt, dat geeft die mensen al een psychische boost van, kijk, we worden gewaardeerd, maar die waardering ontbreekt ook. En dan vind ik het gewoon fair van die mensen dat ze zeggen, luister, als mijn eigen regering me niet waardeert, ga ik mijn heil zoeken voor de kinderen en mijn kleinkinderen in een ander land.
Ja, wat logisch is. Want als mensen uit de Filipijnen, Cuba of wherever vandaan komen, worden ze wel daadwerkelijk betaalbaar. Maar de minister van Volksgezondheid had toch ook een speciale adviseur, geloof ik, de heer Sprenger, Mark Sprenger, die hem terzijde stond. Mark Sprenger is geen adviseur van de minister geweest. Ik ga u het beter uitleggen. Mark Sprenger is beschikbaar gesteld aan de president van Suriname als adviseur. En hij heeft de president geadviseerd in zaken de zorgsector. Ja. Met andere woorden, de president heeft die minister dus eigenlijk overgeslagen. Want hij heeft Sprenger verantwoordelijk gemaakt om zaken te trekken die minister zou moeten trekken. Dus als ik in die schoenen van de minister was, had ik allang bedankt, want de president heeft hem een signaal gegeven. Ik vind je niet kundig. Daarom heb ik die man uit Nederland gevraagd om die zorgraad en al dat soort dingen op te zetten. Ja, ja. Maar heeft er geen moer van terechtgebracht, als ik me heel grof mag uitdrukken? Nou, kijk, dat is de perceptie. En ik zeg dat daar heeft de mens gelijk in. Al heeft meneer Sprenger nog zulke goede plannen geschreven. U kunt de zorgsector van Nederland niet vergelijken met de zorgsector in Suriname. Dat is appels met peren vergelijken. Dat is één. Ja. Twee, de zorgsector is nog steeds mensenwerk. En u ziet, men heeft in de tijd iets van 11 of 12 miljoen euro beschikbaar gesteld om een zorgraad in het leven te roepen, een gebouw voor ze te bouwen, terwijl ziekenhuizen in de rode cijfers zitten. Dus het stellen van die prioriteiten waren daar al verkeerd, dat is één. Ja. Twee, misschien heeft die adviseur van de president daadwerkelijk geadviseerd, beste mensen, wend het geld anders aan. Maar u weet het, als politicus probeerden mensen politiek te schoren. Dus men gaat hoogstwaarschijnlijk dit, of men heeft dit gebruikt om politiek te schoren. Maar wat ook een angel was bij mij, is dat die zorgraad bemenst wordt door niet-deskundige mensen. Oei. U weet zelf dat die zorgraad bemenst is door een loyalist van de VHP, iemand die bij de SLM en bij SZF eigenlijk niks van gebakken heeft. En we moeten die man gewoon bij naam noemen, dat is die meneer Rajkumar. Die is bij de SLM is die afgeschoten, bij het SZF is die afgeschoten. En heeft niet eens ervaring in de medische wereld. Hoe kan je zo iemand daar dan neerzetten? Ook genoot hij niet het draagvlak van de medische specialisten. Dus dan weet u al, dan krijg je hetzelfde geval als bijvoorbeeld bij SZF. De directie van SZF geniet niet het vertrouwen van de medische specialisten en de medische sector. Nou, dan gaat het toch nooit goed lopen. Ja. Want alle stakeholders moeten op dezelfde level zijn. Ze moeten met elkaar kunnen communiceren. En als dat niet het geval is, en zaken worden opgelegd, want u ziet het, als medicamenten ingevlogen moeten worden, als zorg geboden moet worden, dan kan deze regering niet in één dag via ministerraad een resolutie slaan. Maar om een bedrag met 1000 maal te verhogen, gelukt het wel in één dag. Dus u ziet dat waar een wil is, is een weg, zeg ik. En dit is gewoon het pesten van het arme volk. Het volk afhankelijk maken. En wat ik direct wil benadrukken, beste mensen, het gaat niet alleen om de zorg, om personeel, om het zo uit te drukken. Ja. Want ook medicamenten zijn een probleem in dit land. U weet als geen ander dat er containers met medicamenten beschikbaar waren gesteld door onder andere India. Nou, die medicamenten die zijn met persen en kneden en ik weet niet allemaal wat uiteindelijk deels op de markt gekomen, maar er moet nog steeds voor betaald worden. Bepaalde medicatie kunt u niet in apotheken krijgen. U kunt ze niet in ziekenhuizen krijgen, maar als uw familielid dat nodig heeft, en ik praat hier uit ervaring, want ik heb dit meegemaakt, recent nog, en daar is er een bepaalde preparaat nodig. Geen enkele ziekenhuis had het, geen enkele apotheek had het. De zwarte markt heeft me dat voorzien. Dus het is aanwezig in dat land, maar het wordt voor het 10-20-voudige dan verhandeld, want uw dierbare heeft het nodig. Dus, triest. U ziet het, het is zeer triest gesteld binnen de gezondheidssector. Ik vind ook dat er bepaalde stakeholders in de zorgsector gefaald hebben, ondanks dat ze aan de alarmbel getrokken hebben. Hadden bijvoorbeeld de zorgspecialisten al lang druk moeten leggen op de regering, dat ze met zo'n minister niet kunnen samenwerken.
Daarnaast is het ook goed om te kijken, beste mensen, naar die Nationale Zorgraad, waar verschillende ziekenhuisdirecteuren de kaart trekken. Maar het zou toch beter zijn om een onafhankelijke persoon of personen die zorgraad te laten bemensen. Want zij zouden dan een controlerende functie kunnen uitoefenen op die ziekenhuizen. Ja. U ziet ook, als we kijken bijvoorbeeld naar het academisch ziekenhuis. De hele samenleving klaagt over die academisch ziekenhuis. Al jaren heb je diezelfde directeur. U ziet geen progressie. Wat zegt de regering? Het is de vorige regering geweest die dit veroorzaakt heeft. Wat zeggen de mensen? De directie is niet in staat die ziekenhuis naar grotere hoogte te brengen. Wat zeggen de patiënten? Want ze kunnen uiteindelijk die artsen ook niet de schuld geven. Want als je bij die specialist terechtkomt nadat je 3 en 4 uren op die harde, houten bank buiten gezeten hebt in de warmte en die specialist ontvangt je. Dan zegt die specialist op een gegeven moment, luister, ik heb de kennis en kunde, maar ik heb geen materiaal. En ik heb geen medicatie. Hoe moet ik u helpen? Dus die ziekenhuisdirecteur of de directie moet niet alleen kijken om een ziekenhuis zogenaamd van licht en water te voorzien. En misschien personeel, want dat lukt ze ook niet eens. Het gaat erom dat je die kwalitatieve zorg moet kunnen bieden binnen de gehele linie. Nou, regering, als die ziekenhuisdirectie niet in staat is om dat te doen, om die kwalitatieve zorg te verlenen. Naast het feit dat die minister afgeschoten moet worden, moet je die ziekenhuisdirecties dan ook gaan vervangen waar je grip op hebt. Snap je dat? Want ze zijn niet in staat dat die ziekenhuis te runnen als een bedrijf. Want je moet dat team als een bedrijf die je runt. Ja. Je hoeft geen arts te zijn om een ziekenhuis te runnen. Je moet juist een people's manager zijn en een facilitaire medewerker. Want je moet ervoor zorgen dat apparatuur, medicatie, personeel en dat soort zaken in place zijn, zodat het zorgpersoneel, inclusief de specialisten, hun werk onbevreesd kunnen doen. Ja. Want ook die specialist gaan zich, als je daar als patiënt komt, dat hij je de zorg niet kan bieden. Dus het is eigenlijk, beste mensen, een infarct binnen de gehele keten in de gezondheidssector. Als wij als Surinamers dit niet kunnen oplossen, is het tijd, en ik pleit er allang voor, dat we onze deskundigen diaspora-broeders ook hierbij gaan betrekken. En als we daarvan niet genoeg hebben, want ik weet dat we genoeg diaspora-broeders hebben die graag hier willen komen en dit willen verhelpen. Absoluut. Ja, dan gaan we dat maar moeten inkopen. Mensenlevens zijn niet uit te drukken in geld. En als zo iemand in Nederland 8000 euro per maand verdient, dan denk ik dat we zo iemand gewoon in Suriname ook dat moeten bieden. Ja? Want hij redt levens. Ja, kunt toch niet zeggen, mensen zijn in Suriname verzekerd. En dan ga ik nu even naar de verzekeraars, hè? Die verzekeraars, die kartelvorming in Suriname, die heeft zo'n grip op de regering. De regering kan niet eens daarop inspelen. Ja? Ja. De specialisten zeggen, de kosten die de zorgverzekeraars bieden, is niet dekkend. De overheid grijpt niet in. Die lichtdagtarieven zijn niet dekkend. Nou, wat doet de overheid dan? Als de overheid niet kan subsidiëren, maar de premies van de personen die verzekerd zijn gaan elke keer omhoog. Welke regulerende taak heeft de overheid in deze? Zijn de patiënten, zijn de burgers in dit land overgeleverd aan de kartels? Binnen de financiële wereld heb je ook kartels. Die banken, die hebben bogo money gemaakt met die OMO's. En de overheid heeft ze die kruiwagen vol met geld gegeven. Ja. Binnen de zorgsector geldt dat ook. Dus beste mensen, brengt u die rode draden in kaart. En dan ziet u dat deze regering eigenlijk niet het welzijn van de burgers nastreeft. Deze regering is nu eigenlijk paniekvoetbal aan het spelen. Deze regering is niet bezig de oorzaken op te lossen. Deze regering is brandjes aan het blussen. En gaandeweg naar de verkiezingen zal die regering met wat incentives komen. Hè? Ze zorgen ook al voor verdeeldheid binnen de zorgsector. Wat zegt deze overheid? We gaan 5000 SRD. Grofweg is dat ongeveer 150 euro per maand extra betalen aan gespecialiseerde zorgverleners. En dan noem ik een voorbeeld, de intensive care unit. Stel, Suriname heeft 80 IC-verpleegkundigen nodig. Suriname heeft het geluk, ze krijgen 160 IC-verpleegkundigen. Leuk en aardig. Maar als je geen
geen medicatie hebt, als je geen apparatuur hebt, hoe ga je dat doen? Ja. En los daarvan, als je geen personeel hebt die de facilitaire zaken gaat oppakken. Stel dat de airco, want de IC-unit is helemaal afgesloten, moet hygiënisch zijn, hè? Is geïsoleerd. Ja. Stel dat die aircoach het niet doen. En die airco-monteur zegt, weet je wat, je betaalt 5000 extra aan die, gespecialiseerde zorgverleners daar. Ja. Maar mij betaal je niet. Dus dat is een zaterdag of een zondag, die airco is stuk. Kijk het maar, morgen maandag om 7 uur zal ik wel op het werk verschijnen. En dan zal ik kijken wat het probleem is. Want u heeft mij niet als kritisch zorgpersoneel aangemerkt. Snapt u dat? Dus deze regering is in plaats dat ze de gehele zorgsector eigenlijk tevreden gaan stellen en gaan behappen, zorgen ze ook binnen die zorgtek op het tweetspouw. Meneer Fischendak, we moeten helaas afronden, omdat we anders in tijdnood komen. Ja. Oh, dat is wel vandaag. Ja, ja, nee, neemt u ons niet kwalijk. Neemt u me niet kwalijk. Dank u wel. We komen hierop ook terug, want ik wil eigenlijk door met u praten over dit onderwerp. Ja. Dus we komen er binnenkort weer op terug. Dank u wel voor het interview en dat u onze luisteraars geïnformeerd hebt in Nederland en in Suriname. Oké, dank u wel. Dank u wel. Luisteraars. Dank u wel, dank u wel. Luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma. Wel geïnformeerd op zondag 1 september 2024. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Oké, bye bye. Oké, bye bye. Bye.